It's been a while, it's been a while, but I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with... Ja, meneertje Gandalf die loopt een beetje te zeuren. Want hij wil naar buiten. En dat kan niet vandaag naar sluiten. Althans, als ik weer thuis ben van de avonddagen. En dat is een aanpas. Maar niet voordat ik vertrek. Ja, en we zijn weer aanbeland bij de start. Ja, het druppelt langzamerhand binnen. En wat ik ervan weet is dat we die kant op moeten. Zo lieve vrienden, een hele goede middag lieve vrienden en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinne en de Beestenboel. De tweede dag van de avondvierdaagse, waar we natuurlijk weer gezellig aan meedoen. Ja, ook heb ik een pakketje binnengekregen en jullie zien natuurlijk, ik heb mijn haar weer even gepoedeld en gedaan. Dus dat moet ik straks als het droog is even weer een kam doorheen halen en dan komt het wel weer goed, maar het is droger. Ik ga zo ook met de meisjes lopen, maar ik had een pakketje binnengekregen en dat is een zak. Ik heb hem al even geopend, dus ik haal even nog een zak eruit, voel ik. Hup, die daar even. Ga liggen daar, denk ik. Het is een XL. Waarom een XL? Omdat ik nog steeds wel... Ik ben afgevallen, maar die buik die blijft, hè. Ja. Jullie voelen hem wel. Oh, lekker stoffie trouwens. Wat lekker hè? Oh, jojojo. Moet even zien hoor, hoe dit allemaal zit. Even kijken. Dat is een schoudernaad. Dan moet ik nog een schoudernaad zien te versieren. Die is hier. Ik geloof dat ik staan moet. Want ik had een lange jurk, ja. 1, 2. Ik heb ook een lange rok aan, dus ja. Even stoelen aan de kant. Nee, ja, nou zien jullie het denk ik wel. Moet ik weer even goed pakken. Hij is mooi. Oh, ik heb loopspritjes. En het loopt een beetje rond. Van onderaan de zijkant. Hij is wel mooi. Wauw. Ja, hij is mooi. Nou ja. Kort mouwtje. Nou, ik ben er blij mee. Ja. Hij is mooi. En ja, als je slank bent kun je er een centuurtje erbij omdoen natuurlijk. Het zijn een blauwe, een lichtblauwe, een witte, een gele, er zit oranje bij. Ja, en er zit aquablauw, of ja, weet ik veel hoe je dat noemt. Dat groenige, het is niet blauw en het is niet groen. Ik weet niet of jullie dat zien. Het is niet blauw en het is niet groen, dus dat is de aqua in mijn ogen. Hoe heet dat nou? Karin... Haar trouwjurk was ook zo. Ja, turquoise. Ja, we zijn er. Nou, ik zal vanavond te moe zijn om hem te passen. Dus ja, dat komt wel goed wanneer ik niet moe ben. En ik zal hem wel passen. Het is XL, dus ja, kom op. En deze rok moet ik weer bij elkaar halen vanwege mijn wielen. Ja, ook dat nog eens een keer. Dus ja, ik ben er helemaal weer blij mee. Hij gaat weer even in het zakje met de ritsluiting. Daar gaat hij weer in. En dan kan ik hem vanavond zo mee naar boven nemen. Zo. En dan kan deze zak weg. En ik ben er super blij mee. En ik heb mijn kruisen weer in. Want ik heb een rood truitje. Er zit rood, ja, rood, ja. Ja, rood in mijn rok, maar ja, dat andere is weer, ja, niet rood en ook niet rood. Het heeft er tussenin gelegen, weet je wel. En dus. Maar ik had, heb ik dat al gezegd? Nee, het is vandaag dus dinsdag, de 6e van de 6e. 2023 en we leven alweer reeds om 14:59, bijna 3 uur. Dus ik heb mijn eten al op, ik heb mijn medicijn al op, ik heb mijn koffie al op, ik ga naar de wc en ik ga mijn meisjes uitlaten. En dan gaat deze weer gewoon aan de lader en als ik terugkom dan gaat deze ook weer even aan de lader. Ik wil alles vol hebben voordat ik vertrek. Wat doet Nino? Dus ja, het komt allemaal goed, lieve vrienden. En ik zou zeggen, geniet gewoon weer met ons mee. Want wij hebben gewoon lol, hè. Ja, wij hebben lol. Ik rij weer met een groep mee. Ik moet eventjes ook nog een telefoonnummer in mijn telefoon zetten. Van diegene. En dat is een, ja, het zijn geloof ik allemaal vaders. En een moeder die ging op de route hier en daar staan. En met kinderen, een zoon of een dochter, met een vriendinnetje en een nichtje, en weet ik veel, een paar kinderen erbij. Nou, leuk, helemaal gezellig. Ja, dus ik heb van één persoon een telefoonnummer gekregen en de moeder die op de uitkijk hier ging staan, die heeft mij al op Facebook gesnapt. Dus die heeft mij al een vriendschap aangeboden, nou ook helemaal leuk. En ja. Zo krijg je er vrienden bij. Dus is toch leuk? Ja. En ja, ook op de vlog allemaal. En ze had mijn groep van Corinne en de Beestenboel, want daar heb ik ook een groep van, op Facebook. En die had ze al voorbij zien komen. Helemaal geweldig. Ja, toppie. Maar oké, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Maar geniet ook gewoon nu, vooral nu, met de avondvierdaagse, ook een beetje met mij mee. Ze zegt, toi toi toi, en zet hem op, ook wanneer jullie met de avondvierdaagse meedoen. Zet hem op en haal je medaille binnen, want daar betaal je wel voor tenslotte. Ja toch? Ze zeggen, tot later. Ja. Ja, meneertje Gandalf die loopt een beetje te zeuren. Want hij wil naar buiten. En dat kan hij vandaag naar fluiten, althans. Als ik weer thuis ben, vanavond dagen. En dat is vanavond pas. Maar niet voordat ik vertrek, nu. Nee, omdat ik wat later ben dan gisteren. Omdat ik wat langer op bed heb gelegen. Omdat ik aan mezelf heb gedacht. En ik ga jullie eens even omdraaien. Zo. En het klepje weer even omdraaien. Ook dat. En jullie weer even neerzetten. Zo. En ik moet mijn haar nog doen, maar ik heb weer even een broodje. Dan hoef ik geen brood mee te nemen. Ja, anders moet ik brood meenemen. En dat is zo moeilijk onder het rijden, zo'n zak te openen met één hand, weet je. Nou, nee. Houd je waffel. Dus ja, ga ik zo opeten. Maar jullie weten vast wel van de week dat we die hele grote kraan hebben gefilmd. Die hier in de haven lag. Ik zag hem net wegvaren. Ik zei al, heb ik dat? Kan je niet filmen? Nee. Ik had er deze dan wel erbij kunnen pakken, maar... De dames waren ook aan het trekken. En ik zit nog met mijn rug. Dus ja, rustig aan, weet je. Ik denk, nou, laat maar. Ik meld het gewoon dat hij weer weg is gegaan. Want ik heb het nou wel gezien. Ja. Maar ja, hij voer zo de mond van de haven eigenlijk weer uit om zee op te gaan. Ja, waar naartoe, jongens, mag het weten. Dus ik vermoed wel dat er foto's sowieso op Facebook komen, dat er weer een aantal fotografen er staan. Onder andere mijn broer en nog iemand die dan daar weer aanwezig zijn. Ja, dus we wachten het af. Ja. Zo simpel, ik heb het in ieder geval gezien en ik meld het jullie en dat is toch alweer een pluspunt. Ja. Ik ga nou mijn broodje eten en ik heb koffie staan en ik moet eventjes iets doen. Dat ik even al mijn nieuwe vlog kan klaarzetten voor vanavond. Dat als ik thuis kom dat ik weer een vlog in elkaar kan zetten. Moet toch doorgaan, moe of niet moe. Heb ik gisteren ook gedaan. Dus ja. Lieve vrienden, geniet van alles en geniet ook weer met ons mee. Zo, lieve vrienden, ik kom jullie weer even vertellen dat ik me ga klaarmaken om, ja, weer richting de start toe te gaan. Ik neem dus geen brood mee, ik heb wel snoepjes mee, jullie gaan mee, de telefoon gaat mee. Dat is voor de ontoeren telefoon en dit is voor de tussendoortjes. En ik hoop toch ook dat ik ergens een short kan maken. Zo niet, ja, dan hebben we even op een gegeven moment pech gehad. Dan is er een paar dagen even geen short waarschijnlijk te zien. Maar ik heb nog wel wat staan voor een paar dagen. Maar niet veel meer, zover ik me kan herinneren. Maar dan hebben we even pech, want ik kan niet alles tegelijk. Ik heb maar één stelhand, ik heb maar één scootmobiel, ik heb maar één lichaam. Dus ik kan me niet in tweeën splitsen van die gaat dat gedeelte doen en die gaat dat gedeelte doen. Nee, dat gaat het hem niet worden. Dus ja, en dan ook nog vlogs in elkaar zien te zetten. Dus dat blijft allemaal doorgaan. Enkel de short, die zal misschien even stoppen, een paar dagen. Maar in ieder geval, ik probeer mijn best te doen. Zie ik wat leuks dat ik even kan stoppen, dan natuurlijk maak ik daar een short van. En dan komt het allemaal wel weer goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet verder. Had ik maar meerdere telefoons dan één. Ja, ik heb wel meerdere telefoons. Maar daar heb ik geen internet meer op. Er zit geen geheugenkaartje in of wat dan ook. En ja, een short, dat moet je direct meteen aan een minuut gaan doen. Dus ja, dat wordt het hem dus eventjes niet. Nee, en dan kan ik dat beter overdag eigenlijk doen. Want ik bij wijze van spreken vanavond al ergens iets zie van, hé, dat vind ik leuk om een short van te maken. Daar kan bij wijze van spreken morgen overdag er naartoe komen. Maar dan gaat het hem niet worden. Want zoals het nu staat, heb ik morgen visite. Onder andere zou ook Corrie komen. Nou, die heb ik alweer 2, 3 jaar niet meer gezien. Zoiets dergelijks. Dus ja, hoe het gaat worden, ik weet het allemaal, lieve vrienden. Ik beloof niks. Ik kan alleen nog maar mijn best doen. En dat doe ik, dacht ik. Dus ik zeg, geniet van alles met wat jullie doen, maar geniet ook zeker met ons mee. Ja, en we zijn weer aanbeland bij de start. Ja, het druppelt langzamerhand binnen. En wat ik ervan weet is dat we die kant op moeten. Ik kan wel mijn kaartje er even bij halen. Ja, gaan we even proberen. Nou ja, de startdraaikolk, dat is hier, dat gebouw. En daar komt de familielid vandaan. Hij schat, je hoort het niet, maar maakt niet uit. We moeten naar het Liniepad, nou ja, dat is die kant op, hè. Zover ik weet. Ja. We moeten in ieder geval onder het spoorwegtunneltje door. En de Kwelderduin. Nee, daar kom ik zo vaak. Maar ja. Linksaf Texel Strandlaan, rechtsaf Liniepad, nieuwe weg oversteken. Rechtdoor Liniepad, onder het spoortunneltje door. Nou ja, we merken het wel allemaal. Ik hoop dat ik die mensen weer zie, of dat ze mij zien, dat ik daar weer mee op kan rijden. En dat lijkt me wel wat makkelijker ook voor mij. Ja, dus. Ja, heel makkelijk. Helemaal top. Wacht nog gewoon, hè. Dat kan nog eentje voor iemand aan die ik met een gele shirt. Die heeft mij gisteren pijn gedaan bij mijn oorpiercing bovenin. Ja. Ja, want hier moeten nog, zover ik weet, draaien komen. En ik denk dat hij dat gaat doen. Hij pakt er in ieder geval een en dan laat zijn spierballen eventjes zien. Dat is helpen. Ja, dat is het. Ja, dat komt wel een super idee. Wat ga je nou doen? Dat zeg ik. Hij laat de spierballen zien. En er is er nog eentje, die laat ook zijn spierballen zien. En dat is ook familie van me. Enkel vraag me niet naar de namen allemaal, want dan kan je mij opvegen. Dat was mijn klakson. Ik kwam mijn rug tegenaan. Dat kan ook gebeuren. Hier blijven! Nee, zover ik weet moeten ze vanaf die kant komen. Als het, ja, ze zouden komen, dus ja. Ze zouden van die wonen die kant op. Ik heb het nog niet gezien gehad gisteren. Bent u vlogger? Hoe heet uw YouTube-account? Je hebt hier toch genoeg? Heet dat het hou? Ook blijft voor. Is goed liever. Ah, over de 570. Precies weet ik niet, maar over de 570. Ik heb er gisteren ook een stuk of 7 erbij gekregen, dus ja, ik kan niet iedere dag in de gaten houden, want ik heb dus zoals ik al zei, ook beesten, die moet ik verzorgen, ik moet mezelf verzorgen, want ja, ik zit niet voor niks hierin. Ik moet straks nog wat eten, ik moet straks in het verlopen. Ja, en dan ben ik heel erg moe, want ik rijd altijd 10 kilometer en ik moet om jullie voeten denken en ik moet om dat denken, ik moet ook wel om denken, dat, hè, ook om het verkeer, maar ik heb nou veel meer om uit te kijken. Ik heb jullie om me heen. Ah, en ik rij dan wel met, als ik die leentje tegenkom, rij ik weer met een paar op die ook 10 kilometer lopen. Maar ja, komt allemaal goed. Weet jullie niet wat ik zeg? Hoeveel lopen jullie? Vijf. Oké, zie je goed. Nou, geweldig. Doei liever. Allemaal een hele goede middag nog. Wat de mensen bedoelen. Ik zit zelf al in de tweede avond. Mooi weer, morgen zijn we weer zon, weer warmte. En dit zeker vooral jullie drinken. Hier volgt eventjes voor de eerste mededeling voor iedereen. Ik wil dat iedereen wel eventjes goed luistert. Dit is namelijk zo, de individuele 5 en de individuele 10 kilometer, die starten gelijk. Dus die mogen in één keer weg. Degene die een hesje hebt, dat zijn groepen. En die groepen die komen erachter en starten met de 10 kilometer groepen. Dus alle individuele van de 10 en van de 5 kilometer, die mogen desnoods nu gaan starten. Ja, dat weet je niet. Ik ga de boel klaarmaken. Dus deze mensen, je mag gewoon gaan starten.